in Margen, het is zaterdag en ik lig in een tent op Mysteryland. En de muziek is uit. Ja. Heeft het nou geholpen dat je ging kijken? Kijk, geluid vind ik echt niet erg hoor. En een beetje muziek om me heen boeit me ook niet. Maar hardcore gewoon voluit in mijn oor, hier precies naast. Al de hele nacht. Zou die uitgaan, echt? Hallo, good morning. Wat? Good morning, viezerik Alau. Dit is Bart en die slaapt nog even door. Hallo. Een heel langzaam ontwaakte camping. Wij zijn als eerste bij de douche. Denk ik. Als een van de eerste. Hoop ik. Dan staan we niet in de rij. Eventjes mijn oplader brengen bij de Guardians. Of de camping. Nou, al met al hebben we toch nog goed geslapen. Echt vanaf 5 uur slaapt volgens mij ook gewoon iedereen. Ik had echt verwacht dat het gewoon de hele nacht door zou gaan, al dat geluid. Maar in één keer was het gewoon stil. Ah, al die kinders die slapen lekker. Kirsten had net wel een hele mooie opmerking. Ze zegt, hè, kon ik eindelijk een keer goed slapen? Had ik eindelijk een keer geen kind? Zo, lekker ontbijtje met sinaas. Sinaasappel. Goedemorgen Bart. Goedemorgen. Met je koffietje en je broodje. Broodje kaas. Oh. Kaas gesmeerd door mijn vrouwtje. Koffietje gehaald op gisteren. Hier in het zonnetje, hè? Heerlijk! I want to know what game you're playing. Beer pong. You don't know beer pong? No, I don't know it. Okay, so you have 2 balls and you have to throw on the cup of the other ones. Yeah. And when you hit it, yeah, you have to drink the beer which is in there. So you have a full beer for 6 cups. Yeah, so for how long did you play this yesterday? Too long actually. No. Not enough. Enough. Just enough. So you have to join next time, okay? I don't know. I'm pregnant, so I'm not allowed. Are you not allowed to drink? No. Okay. Oh, what a shame. Yeah. And when you lose, there's some like bet or something. Yeah. So you have to drown down like half a beer or a full beer. Depends on what you're betting on. Oh. Okay? Down on your knees. What erg. Yeah. You get on your knees and then you just have to. Dit zijn onze buren, Duitsers. En dat zijn niet de Fransen van Antwerpen. Van vannacht. Zo schat. Er zit al wat roze doorheen, ja. Het begint erop te lijken. Het ziet er nu nog een beetje onzeker uit. I like how you leave the hair as well. I think it's spray. I was like, okay, yeah. <That's your friend. laughs> Very nice. Yay! Yay! Perfect. We had together for love.
samen bij de tent. Op de pizza punt. 2 hours later. Fris te worden. Beetje. Ja. Even lekker opwarmen in de camping, in de tent, in mijn slaapzak. Het komt niet vaak voor, maar ik kan dit keer gewoon vloggen terwijl ik midden in een feest sta. Want we zijn bij de Silent Disco. Hoe grappig is dit? Je hoort dus niks, maar ze gaan helemaal los. Silent Disco was echt heel grappig. Grappig hè, schat? Ja, dat is heel apart. We gaan nu lekker terug naar ons tentje. En lekker even bijkomen, uitrusten, slaapje doen. Kijken hoe lang we kunnen slapen, aangezien natuurlijk heel veel muziek en rumoerigheid is. Maar ik ben nu wel echt heel erg moe. Na vannacht bijna niet geslapen en vanmiddag ook weer niet geslapen. Dus ik denk dat het wel gaat lukken vandaag. Moet wel, slaap overal doorheen. En zo niet, dan gaan we gewoon door. Zou we moeten. Anyway, tot morgen. Bis morgen. Bis morgen. Hello, good morning. Het is zondag. En dit is de laatste party day hier in Mystery Land. Vandaag. Ze is nog niet helemaal wakker hoor. Ja, al heel lang. Ja. Dat moest ik ook nog vertellen, inderdaad. Wacht, mijn haar. Oh, zit je haar goed? Nee, niet echt. En nu als al die meiden zo. Voor de foto. Even zo doen hoor. Kijk. Oh. Nee, harde trekken. Oh, wacht. Ja, Oké, dat knip je er vast uit. Wat wilde ik ook nog vertellen? Ik heb dus al gedoucht en alles. Om 7:30 waren Kirsten en ik al wakker, dus we hebben lekker gedoucht. En we gaan nu jullie vertellen dat vandaag draait Armin van Buuren. Armin, afsluiter. En superleuk, want onze vrienden komen ook nog hierheen. Daan en Lien en who knows, wie nog meer. En het wordt super gezellig en het is mooi weer. Oh, wat een weertje jongens.
Dit is de timetable for today. Gisteren hadden we dus, klopte er niks meer van de timetable. Dus ik hoop niet dat het vandaag gaat zijn, want bij de main draw ging het in één keer allemaal anders. Ja, het was echt belachelijk. Alesso zou afsluiten. Ja. En opeens zeggen ze, ja, misschien is het wel veel leuker als we een Nederlandse DJ laten afsluiten. Oftewel, Alesso kon gewoon niet. Dus toen kwam Yellow Claw afsluiten, toen zijn wij naar de Q-dance stage gegaan en die afsluiting was echt wat een vuurwerk. Het was gewoon bijna nog meer vuurwerk dan Tomorrowland. Niet normaal. Heel vet, heel vet. Heel blij dat ik daarheen ben gelopen. We daarheen zijn gelopen. Ja, goede keus. Yes. Nou, see you later. Later. It's a mystery. In this land. Yesterday. Is but history. Yesterday is history. So don't talk about today that anymore. Today is a gift. Is a gift. Tomorrow is a mystery. Mystery. Oké, okay, we gaan even lekker koffie scoren. Kijk, kijk even die rij hier. Is dat voor de koffie? Nee, nee. Ik merk het zelf. Oh ja, dat is voor de koffie. Oh nee, laat maar die koffie. Niet alleen voor de koffie. Erg. Beautyland. Wat een mooi koffieapparaat. Ja, kijk hem. Nee, het ziet er gewoon cool uit. Oké, cool. Was mooi bij het stel van de bus, hè? Ja, dat is wel. Uit voeten kan. Hey, en je hebt stroom. Oh my god. Oh my god. Je wacht, ik moet hem afvragen. Mag ik die volle noemen? Und? Oh, you're sick already. Go for it. Oh, your husband, he can do it. Yeah, bye. God. That's my Heineken. Come on, what? Oh, like a pro! Feel love.
wat als er geen plek is. Gewoon zitten aan tafel. Dit keer een broodje eiersalade. Niet vegan, maar wel vegan. Het begint wel lastig te worden met eten. Want overal echt super druk. Dat is eigenlijk meer zenuwachtig. Grootste voordeel. Oh, ik ben wel verbrand trouwens vandaag. Heel erg hier. Mijn gezicht was wel beschermd zoals je ziet. Maar dit niet. Oh, wat erg. Anyway, grootste voordeel van op de camping zitten in de tent is, jawel, je kan tussendoor teruggaan om uitrusten. Dat hebben we nou niet echt gedaan, maar heel eventjes slippers aan en eventjes een make-up bijwerken. Hoe handig is dat? En oh ja, andere kleding aan ook nog. En water drinken. Oh ja, en water drinken. En eten. En eten. Chillen. En chocola eten. Wat er van over is. Eetbare vorm was. Ja, precies. Het is nu een soort chocoladedip geworden. Met nootjes. Zo, we zijn omgekleed en we gaan er weer voor. Een leuk festivaljurkje. En mijn AliExpress pak. Wauw. Come on! Ik niet meer te zien. Mysteryland is voorbij. Oh nee, niet, want we moeten morgen nog de tent inpakken. Dus ja, I will show you that tomorrow. In ieder geval ga ik deze weekend vlog afsluiten hier vanuit deze tent, die een grote chaos en zooi is. Maar het was super leuk. En we gaan lekker slapen en nog even wat eten. En ik kan echt niet wachten. Mijn voeten doen zo'n pijn. Maar ja. Dat was het allemaal waard tot nu toe. En hoe de tent gaan inpakken, dat zien jullie morgen wel weer. Anyway, thank you for watching. En see you later. Vergeet niet te abonneren, want dat is gratis. Doei!